Dirk, als ik aan jou vraag om de vinger op de zere plek te leggen, waar leg je hem dan? Ja, toch een stukje overtuiging denk ik en de bereidheid om te blijven gaan. Uiteindelijk komen we in de laatste, ik denk 85e minuut ergens 2 in voor. En uiteindelijk trek ik hem niet over streep en dat mogen we onszelf wel verwijten, ja. Een van die RKC'ers die ik net voor de camera had, die impliceerde dat er misschien enigszins bij jullie kant onderschatting was. Is dat zo? Nee, ik denk onderschatten sowieso niet. We hebben voorbereiding gewoon heel serieus genomen en uiteindelijk hebben we RKC goed bekeken. Dus nee, ik denk dat er sowieso geen onderschatting tussen zat. Nou bereid je natuurlijk al de hele week voor op die wedstrijd. Jij wist natuurlijk niet, neem ik aan, dat je vanavond in de basis zou staan, of wel? Nee, gisteren van de training was nog niet echt af te lezen. De trainer belde mij gisteravond op, dus vanaf toen wist ik het. En ja, dat is een mooi moment om dat te horen, maar helaas is het met een 3-2 nederlaag geëindigd. Ja, want ik had allemaal mooie vragen voorbereid over jouw debuut natuurlijk. Maar ja, dat is toch een nare nasmaak gekregen. Kun je er nu op dit moment nog enigszins van genieten? Nee, op dit moment nog niet echt. Maar ik denk dat het uiteindelijk toch wel komt. Maar als je hier verliest van RGC, dan kan ik er persoonlijk nog niet echt van genieten. Nee. Hoe is het om in het Philips Stadion te spelen? Alsnog, kun je daar iets over vertellen? Ja, het is heel mooi. Supporters, altijd vol. Ik geniet ervan. En ja, dat is toch wel een jongensdroom die uitkomt. Ja, want ik zag je ook al een paar keer glimlachen op het veld. Toen was het nog geen 2-3 overigens, maar... Nee. Ja, dan kijk je toch om je heen als het spel even stil ligt. En dan denk je toch van ja, ik sta hier maar. En dan geniet je toch wel even een paar momentjes. Heb je nu het gevoel, kijk, je bent natuurlijk aanvoerder Jong PSV. Wat dat betreft heb je al enigszins statuur binnen de club, in ieder geval een degradatie. Maar heb je nu ook het gevoel dat je een stapje dichterbij bent? Ja, dat denk ik sowieso wel. Ik denk als je debuut maakt in het eerste, dan zit je er toch wel tegenaan. En ik blijf er hard voor werken en we zullen zien wat de toekomst brengt. Heeft de coach het aandacht met jou over gehad na de wedstrijd? Nee, er zijn weinig woorden gevallen. Maar ik denk dat die zeker naar de rand morgen of overmorgen zullen komen. De woorden die gevallen zijn? Dat we ons moeten schamen en gelijk heeft hij.